hebben het allerlekkerste stukje vlees van het vark hier liggen, de picanha. Waarom is dat zo bijzonder? Nou, dit is een vergeten stukje uit het varken wat net als bij het rund ook mooi uitgesneden kan worden. Je laat dan het vet erop zitten en het is het mooiste bovenste stuk van de ham. En je krijgt er ontzettend mooi vlees van. Je ziet het hier ook met vet door regen. Ja. Ja, maximaal smaak. En heel even over slachthuis. Ga je mee altijd? Ja, niet altijd, maar ik ga wel mee regelmatig om te kijken hoe het gaat, hoe het in zijn werk gaat. Even afscheid nemen, danken voor hun leven, dat ze ons te eten gaan geven. En dat vooral is echt het vast ritueel, even bedanken. Ja. Ja. En dat is wel mooi. Het waarde meegeven, dat het een ander ook weer goed kan voeden. En dat het ook netjes gebeurt. Ja. Nou, laten we beginnen. Laten we eerst even beginnen met de bloemkolen een beetje in te vetten, als je een bordje hebt. Ja, kijk eens. Ik noem dit altijd bloemkoolsteaks. Dikke plakken. En dan kunnen we een klein beetje, volgens mij heb jij heerlijke Spaanse olijfolie meegenomen. Zo. En een goed zak zout. Kijk, hier hou ik van grof zout. Een beetje peper. Oké, laten we beginnen met deze wat zachter steekjes erop te leggen. Als je hem aan de bovenkant. Oeh, dat gaat al lekker. Hij is vrij heet al, hè? Ja, top. Picanha. Hebben we een klein beetje zout en peper nodig? Oh. Hoe vaak per week eet je een stukje van je eigen varken? Nou, bijna iedere dag. Echt? Ja. Oh. En niet dit stuk, maar van alles wat natuurlijk. Want het is wel leuk, want alles van het varken wordt gebruikt. In ieder geval zoveel mogelijk. Ja, ja. Behalve de picanha heb je nog heel veel andere mooie stukjes die men nog niet kent. Dat zijn allemaal stukjes die normaal in het gehakt verdwijnen. Maar als je die heel mooi uitsnijdt, op de Spaanse manier zeg maar, dat je die dan ook heerlijk klaar kunt maken. Er zit wel een beetje meer vet aan, maar ook dat weer is gewoon smaak.